Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag voor jullie woensdag, dus dat betekent dat we weer beginnen met een nieuwe vlog. Het is bij ons vandaag zondag. En het is vandaag de zondag na de eerste dag van carnaval hier. Dat betekent niet dat ik brak ben, want ik ben niet geweest. Ik had helemaal geen zin in dit jaar, dus dat hebben we niet gedaan. Maar dat betekent wel dat ik, want ik ben nu onderweg naar de box. As we speak. En ik ben al 2 kapotte bierflesjes tegengekomen. Oeps. En een verdwaalde fiets. Oh, mijn telefoon viel van de standaard. Dat is een beetje jammer. Dus dat betekent dat er weer leuk feest gevierd is hier in Huissen. Neem jij een mandje mee? Zoals jullie kunnen zien zijn we weer in de intratuin en Ricardo die heeft de hoop al even opgegeven. Ik wil graag een nieuw plant voor in de keuken, zoals jullie hebben gezien. En we zijn nu een beetje aan het kijken wat het moet worden, wat voor een pot, wat voor een plant. Ik denk dat ik al wel weet welke plant ik wil. Alleen nu nog even oplossen welke pot het wordt. Kun je hem dan meenemen zo? Oeh, sorry. Doe ik de plant vandaag. Kijk, de pizza staat in de oven en daar is onze nieuwe plant. Kijk, ik ben er helemaal gelukkig mee. Tenminste, ik vind hem echt super leuk. En ik ben inmiddels even bezig met wat voorbereiding voor het eten voor van de week. Kijk, hier staat zoete aardappel. En ik heb kip in de marinade staan, want dat is dan de lunch voor morgen en overmorgen. Want dan kunnen we lekker gezond eten. Want ik merk wel dat ik met dat nieuwe trainingsprogramma, sinds ik dat volg, dat ik wel veel meer honger heb. Dus ik moet echt wel veel meer eten. Dus iets gezondere lunch, tenminste iets gezonder. Normaal heb ik ook wel gezonde lunch, maar even iets meer dan dat ik normaal gesproken had. Ik denk dat wij vanavond lekker filmpje gaan kijken en verder niks meer gaan doen. Het is nu 6 uur, 5:50 en we gaan lekker op de bank zo. Goedemorgen, het is vandaag maandagochtend en ik wil dat jullie toch even laten zien. Het is natuurlijk buiten het feit dat ik ineens morgens binnen een half uur op mijn werk kan komen. Dat betekent dus dat het hier vakantie is. Maar kijk, het heeft gesneeuwd! Tenminste, bij ons helemaal niet, maar nu kom ik hier en er ligt er overal sneeuw. Ik vind sneeuw altijd echt heel leuk, vooral als ik binnen zit, als ik er niet naar buiten hoef en weet ik veel wat. Maar, hoe leuk! Het is vandaag woensdag en ik ben al thuis. Het is nu 4:30 en omdat het bij ons vandaag of deze week vakantie is, of bij jullie dan vorige week als jullie hem zien, betekent dat het altijd een beetje rustiger is in mijn agenda. Veel meer mensen op vakantie, mensen, ouders die zeggen nou deze week eventjes niet in verband met de vakantie. Dus dat betekent dat het voor mij ook altijd een beetje vakantie is. Wat ik niet heel erg vind. En helemaal op een dag als vandaag komt het eigenlijk wel goed uit, want het is vandaag Valentijnsdag. En nu ben ik niet zo heel erg van de commerciële dingetjes. Maar aangezien wij het maar als soort van jubileumdag hebben gebombardeerd. Omdat 8 jaar geleden carnaval tegelijk met Valentijnsdag viel. Hebben wij vandaag wel een beetje feest. Want wij zijn vandaag 8 jaar bij elkaar. En wij gaan lekker uit eten vanavond. Maar omdat ik dan vroeg klaar ben, kan ik zo meteen alvast gaan trainen. En dan kan ik vanavond lekker uit eten. Dus dan kan ik straks als ik thuis kom lekker douchen. Even een beetje optutten en dan uit eten met Ricardo. Want die is ook vroeg klaar vandaag. Die werkt normaal tot 8 of 9 op de woensdag. Maar die is vandaag om 6 uur klaar. Dus dat is wel top. Kunnen we lekker uit eten straks. Ja.
dan voor alleen die show. Herinner je dat moment van maandag waarop ik vertelde dat ik sneeuw leuk vond? Ik kom even terug op mijn beslissing. Het is namelijk vandaag donderdag, goedemorgen. En ik sta in de file en het is vakantie. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Behalve als het dus sneeuwt. Chips. Maar ja, either way, ik kom vanzelf al op mijn werk. Gisteravond hebben we lekker gegeten bij Ivo in Ivo Burgers en Wijn in Arnhem. En oh, daar kun je echt super lekker burgers eten. Daar hebben ze ook weer de beste burger van 2016 en van 2018 kun je daar eten. En het is echt heel erg lekker om te eten daar. En vooral als je man van vlees eten houdt, dan is het een heel goed idee om daar lekker te gaan eten. Vandaag weer eigenlijk maar zo goed als een halve dag werk. En jullie kunnen mij trouwens helemaal niet zo heel goed zien, maar... zo goed als een halve dag werk, want het is nog steeds vakantie bij ons. Dus dat betekent dat het nog lekker rustig is. Dus ik ben lekker op tijd klaar. En ja, vanmiddag al trainen dan. Dan ga ik voor het eten al lekker trainen. Dat heb ik dan maar vast gehad. Dat vind ik dan ook altijd wel lekker. Dan heb ik hier de avond vrij. Papa komt vanavond even langs, dus dat komt wel goed uit. Hele goedemorgen. Het is vandaag zaterdag, maar het is voor mij een andere zaterdag dan het normaal gesproken is. Normaal gesproken ga ik altijd trainen op zaterdagochtend, maar ik heb vandaag verplichte rustdag. Ik heb het hele trainingsschema al gedaan van deze week. Ik heb al 5 dagen getraind. En dat betekent dat ik vandaag niet meer hoef te trainen en niet meer mag trainen, dat ik even verplicht rustdag heb. En dat ik vandaag eigenlijk mijn vrijdag en mijn zaterdag even omwissel. Normaal gesproken ben ik vrijdag altijd veel voor de blog aan het werk en soms dat ik nog wel thuis moet werken. Hebben jullie gisteren ook gezien. Ik heb wel gisteren al wat gedaan aan werk, maar nog niet alles. Dus ik ga me vandaag... ga ik daar verder mee aan de slag. Altijd een nieuwe manier voor de blogs. Ik heb gisteren voor jullie weer een nieuwe post online geplaatst. En ik ben nu weer door mijn blogs heen. Dus ik moet weer even wat nieuwe artikelen gaan schrijven. Dus ik ga me daar vandaag eens even mee druk maken. Verder. Ik ga straks wat bakken. Dat had ik gisteren eigenlijk willen doen. Maar gisteren kwam mama onverwachts een kopje thee drinken. Dus het was super gezellig. En toen is het niet meer gelukt om iets te bakken. Wat helemaal niet erg is. Maar dat betekent wel dat ik dat vandaag nog eventjes ga doen. En verder ga ik vanavond naar de bioscoop. En verder weet ik het eigenlijk niet. Het is gewoon lekker een echte relaxte zaterdag. Een beetje klussen in huis, een beetje rommel opruimen. En nu eerst aan de bak. Het is nu 9:15. Ricardo is al aan het werk. Die werkt op zaterdag altijd van 9 tot 11. Heeft hij 2 klanten. En dan heeft hij ook weekend. Dus dat betekent dat we eigenlijk altijd al super vroeg op zijn. Dus normaal ga ik lekker trainen. Maar vandaag loopt het even anders. Oké, het is zover. Ik ga eindelijk bakken. En normaal gesproken ben ik echt van het super gezond bakken. En zonder suiker en dat soort dingetjes. Maar... een tijd geleden, voor Sinterklaas, had ik een pak met kruidnotenmix gekocht. En die heb ik niet gemaakt en gewoon steeds niet aan toegekomen. We hebben trouwens vorig jaar bijna geen pepernoten gegeten. Maar nu ben ik op het punt dat ik zin heb om iets te bakken. En ik niet in de gelegenheid ben om even uit huis te gaan en boodschappen te doen. Maar dit nog wel in huis heb. Kijk, tadaa, dus we gaan er wat van maken. Maar ik heb alleen geen zin om echt pepernootvorm te maken. Dus ik weet eigenlijk niet of het kan. Maar wat ik ga proberen is om met dit beslag... een soort van koekjes te maken. We gaan gewoon proberen of het lukt. Ik laat het jullie zien. Die zit in de oven. Die ligt erin. Dus het is nu even wachten tot die klaar zijn. Ik heb het wekkertje gezet, dus het is even wachten. En dan kan zo meteen de tweede lading erin. Alleen vind ik het altijd... oh, jullie kunnen me helemaal niet zien. Gek licht. Vind ik het altijd wel zo dat als je gebakken hebt, moet je daarna ook altijd wel weer opruimen. Daar heb ik altijd minder zin in. Want ik heb nu heel erg zin om die koekjes zo op te eten. Niet allemaal, maar gewoon een koekje te eten. Alleen ik moet nu eerst de chaos even opruimen. En helemaal, want Ricardo komt zo thuis. En die heeft gewerkt.
En ik vind het zelf heel vervelend om in een chaos thuis te komen. Dus ik denk dat ik toch maar even snel moet afwassen voordat hij zo meteen thuis komt. Ja, laten we dat toch maar doen. Oh nee, kijk nou. Ik wilde mijn theezakje eruit halen en nu scheurt hij helemaal kapot. En nu ligt er, ja, zelfs op de koekjes en op de vloer. Nu ligt er overal thee. Ik had niet in de planning om vandaag te stofzuigen, maar daar ga ik nou niet helemaal onderuit komen. Kak. Ik ben helemaal vergeten de vlog voor jullie af te sluiten. Of nou ja, ik ben nog net op tijd. Nou ja, technisch gezien is het dan 12, hè. Dus bijna half één. Ricardo is een avondje stappen met vrienden. Dus dat betekent dat het waarschijnlijk nog gewoon een paar uur duurt voordat hij thuis is en naast mij in bed ligt. Maar ik ga wel lekker slapen, want ik ga morgen vroeg, heb ik om 10 uur afgesproken om te gaan trainen. Ik wilde eigenlijk liever om 11 uur, maar er was geen plek, dus dan wordt het 10 uur. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Vond je de video leuk? Doe dan even een thumbs up. Wil je niks meer missen van video's van ons? Abonneer je dan eventjes hieronder. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende week. Doeg!